En Gordon die heeft nu weer een verzoening tot stand gebracht. Allemaal op dat heilige verzoenende terras van Blushing, hè, zijn eigen koffietent in Blaricum. Want wat gebeurde er nou vandaag? Patty is natuurlijk druk bezig met de opnames van haar reality soap rondom haar huwelijk. Hè. Patty's Big Fat Ibiza Wedding. En daar komt natuurlijk alles voorbij wat er moet gebeuren bij een huwelijk. Onder andere ook bruidstaartproeven. Nou, dat gingen ze daar doen in Blushing. En op dat moment dat zij daar aankomt, zit daar op het terras, je raadt het echt nooit, nou, José Hubé en Viola Holt. Nee. Ja, die zaten er ook lekker gewoon even wat te drinken. Maar, voor de mensen die dat niet weten, José Hubé en Patty Bart, die hadden eigenlijk over ook weer al even een poosje radio stilte. Want op een gegeven moment kwam na heel veel jaren van ruzie, kwam Luf weer bij elkaar. En toen gingen ze een soort van afscheidsreunie houden. En daar was Patty toen niet voor uitgenodigd. Oh, dat is ook vreemd. Dus je had zoiets van, weet je, prima, goed. Radio stilte, ik ben er even klaar mee. En dan kom je vandaag daar, ben je bezig met die huwelijkssoap van je. En dan zit José Hubé daar. Nou, dat is voorbestemd. Ik vind het te leuk om jou weer te zien. Echt. Ik wist het niet van tevoren. Was ik misschien niet gekomen? Ik wist het ook niet. Ik zei niet dat jij kwam. Nee, maar het ding is, ik geloof namelijk in dit soort dingen dat het toeval bestaat niet. Nee. En ik geloof dat als je dus vandaag, we hebben het al drie keer verzet, hier op dit terras terechtkomt, ja, en je proeft je bruidstaart naast José op een bank, ja, dan denk ik dat iemand van bovenaf, ja, iets zit te sturen. De Willy! Ja. De Willy! Ja. Ja, ik denk dit heel mooi. Ik ook. Ja, ik heel ook. Erg blij. Ik ook. En dan denk je van, nou ja, en dan ik denk ik, nou ja. Ja, die doen we gek ook. De drie keer raden wie er ook naar het huwelijk komt. Hartstikke leuk. En het mooie was, ik zat daar dus een uur daarvoor. Ik heb het helemaal gemist. Oh ja? Dat er gewoon live bij kunnen zijn. Nee, het is gewoon een beetje het Loerders van het Gooien aan het worden, ja, daar, Blushing. Ja, ja.